Zo. Gaan we in. Gaan we een stroopwafel halen. Dat is het doel van deze video. We gaan een stroopwafel halen. Yeah. Wat is er? Ja, gewoon. Voel je het niet vandaag? Ik heb even geen dag. Okay. Ik heb wel een dag. Maar het is geen... vandaag wel een dag, maar ik snap het. Jongens, we gaan niet alleen een stroopwafel natuurlijk halen. Er gaan zo heus meer gebeuren in deze video. Maar dit is wel het doel voor nu. Een stroopwafel. Ons leven is niet zo moeilijk. Het is best simpel. Ik word gewoon zaterdag op mijn hartje. Wat ga ik doen vandaag in mijn leven? Stroopwafeltje halen. Een stroopwafeltje halen. Ja, zo moeilijk is het leven allemaal niet. Oh, dus trouwens... Zeggen we nu tegen mensen die waarschijnlijk gewoon 6 uur 's ochtends met de kinderen aan het spelen zijn. Dat weet ik niet. Ik ben wel benieuwd eigenlijk. De mensen die kijken en je denkt van ik ga reageren. Heb je kinderen of niet? Veel mensen hebben wel kids, hoor. Ja? Daar heb ik wel eens in de comments gelezen. Oké, okay. Nou ben ik wel benieuwd. En wat doe je dan op een zaterdag? Zit je dan inderdaad in de luiers of ga je ook een stroopwafel, of ga je ook een stroopwafeltje eten, halen? Ja. Maar goed, als jij dus deze video kijkt van maandag, dan betekent dat ons kleurboek uit is. Dus dat wilde ik toch even gezegd hebben. Mocht je die nog niet hebben gezien, hier op Guylaine Hoofd zie je de voorkant. Oh, het is ook echt maandagochtend dat die eruit komt. Maandag om 5 uur, als deze video online staat. Oh, dan komt de video ook online. Ja. Yeah. Ben we confused. Confusion tea. Een kleine push voor ons leuk kleurboek. Precies. Ik kleine zeg push. Ons, omdat ik er ook aan mee geholpen heb. Je hebt er zeker aan mee geholpen. Nee. Ik heb eigenlijk nooit de waardering uitgesproken voor de herfst. Oh, maar de kleuren zijn wel geweldig. Nee, maar de kleuren zijn mooi. Kom kijken. Oh, sorry, ben je bomen. Zo lang dat je kent, dat je altijd wel hoe prachtig de bomen verkleuren. Helemaal niet. Altijd. Nee. Jawel, tot op het obsessieve na zelfs. Dat is echt nooit. Dat is echt waar. Nee, ik heb het er nooit over. Altijd zeg je dat. Oh, nou, dan vergeet ik dat. Zo mooi, die rode bladeren. Nou, mijn korte termijn geheugen is misschien gewoon heel erg... Kort. Kort. Nou, laten we heel eerlijk zijn, schat. Als ik een video heb opgenomen, dan weet ik het... Ja, na een maand of zo ben ik alweer vergeten wat ik allemaal heb gezegd. Ja. Ja, dat is maar dat echt... komt misschien meer omdat je heel veel zegt. Ja. En dan zend je misschien maar hooguit 3% uit van wat je allemaal zegt. Ja, en dan weet ik niet meer wat ik heb dat gezegd. Wat je precies erin hebt gestopt. Dat is wel waar, ja. Dat denk ik wel. Heel vaak is het toch soms ook de mensen die jou herinneren van... Oh, dit heb je al gezegd. Dat heb je al gezegd. Ja, dat weet ik. Dan denk ik, oh ja, dat zou wel kunnen. En dan ga ik graven en denk ik, oh ja, dat heb ik inderdaad al een keer... En dan ben ik altijd benieuwd, is mijn mening veranderd? Want dat kan wel. Mijn mening kan veranderen. Het is ook heel erg met proeven bijvoorbeeld van eten. Je hebt ook heel erg hoe je op dat moment eet. Ja. Hoe je dingen beleeft. Want als jij bijvoorbeeld heel veel suikervrij eet, dan... Ja, maar dat is never gebeurd bij mij in mijn leven. Soms eet je wel net iets... Minder. Net iets anders. Ja. En dan zijn dingen alweer heel zoet voor je. Dat is waar. En als wij weer in onze lekkere periode zitten dat we even... Stroopwafeltje gaan eten. Stroopwafels eten, dan schrik ik er niet meer van. Hoe zoet het is. We krijgen trouwens tegenover ons huis krijgen we ineens een nieuw restaurant. Van een eigenaar die hier in Voorburg ook een restaurant heeft. Dat is echt geweldig. Daar lopen we straks langs. Daar lopen we zeker langs. En daar kwamen we ook vaker. Dus ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Het is niet goed voor ons portemonnee. Maar we gaan het wel testen. Maar toch altijd op dat in het centrum van Voorburg er weinig te doen is eigenlijk, hè? Nou, omdat die panden ook best wel duur zijn, ik dat er ook niet veel... Leuke winkels in kunnen zitten. Nee. Dat is ook een bepaald soort publiek wat erop afkomt. Ja, rijk Voorburg. Ja, maar dan zou je toch zeggen dat er toch wel wat andere soort winkeltjes zouden moeten zijn? Er zijn toch heel veel boutiquejes. Ja, dat is waar. Zitten er ooit echt hele leuke winkels in dit soort centrum? Ja, dat is ook maar de vraag natuurlijk. Zijn toch vaak... Ja, maar ik vind dan toch die andere, dat lelijkere winkelcentrum in Voorburg, dat heeft leukere winkels. Ja, maar ja, dat is ook heel betaalbaar natuurlijk. Dat is waar. Ten eerste zijn de pandjes hier ook heel klein. Ja. Ten tweede zijn de huurprijzen gewoon heel hoog. Dus je gaat hier als bijvoorbeeld een Ethos of een Hema zijn, dan ga je gewoon hier niet zitten. Nee, want de pandjes zijn gewoon... Nee, ik denk dat dat vooral te klein zijn. Te duur. Nou, ik denk dat de duur maakt er niet zoveel uit, denk ik. Maar vooral de ruimte, denk ik. Nee, want er zijn boutiquejes die hier ook gewoon kunnen zitten, dus... Ja. Fun fact, mijn eerste kantoor zat hier. In het oude gemeentehuis. En nu zijn ze pas ontruimd, volgens mij. Ja, dus we hadden al die tijd, denk 2 jaar, waar we nog relatief goedkoop kunnen zitten. Ja, want
Toen zeiden ze, over 2 maanden of 3 maanden gaan we eruit. Maar dat... Is nog 2 jaar verlengd? Zo ja, uiteindelijk wel, ja. Had ik toch weer wat goedkoper kunnen zitten, want ik zat hier voor €250, hè? Weet je? Ja, maar we hebben wel echt een leuke tijd gehad bij het nieuwe kantoor, omdat er ook een tentje onder zat. Ja, toen wel, ja. We gaan eigenlijk naar ons oude stekje terug, hè? Hier kwamen we veel vaker. Als echt nostalgisch, een half jaar echt geleden. Echt nostalgisch, inderdaad. Ik kan me nog herinneren dat we hier dan wel eens liepen. Ja, ik ook. Ja? Ja, ja. Oh, lekker sukker. Het is lekker. Die kazantjes zijn wel lekker. Cool, ja, die zijn wel goed, ja. Zijn hier ook wafels? Nee, nee, maar normaal stond het op een kraan. Ja, precies. Dus... We hebben wel een nieuwe kaart. Ah, het ziet er netjes uit. Dankjewel. Zo, lekker hoor. Ik heb er 2 voor mezelf. Heerlijk, mate. Oeh, hij is wel vol gevuld. Lang geleden had ik een stroopwafel aten die goed was. Zo. Dat je voor het eerst in je leven terugging om iets terug te brengen. Ja. Een stroopwafel. Van alle proeverijen die ik ooit heb gedaan, is stroopwafel nooit mijn neus uitgekomen. Heel veel dingen eten we niet meer, hè, na de proeverijen. Nee. Eet geen roskoeken meer. Nee. Kruidnoten niet echt meer, hè. Ook niet. Tompoes eten we niet meer. Nee, tompoes ook niet. Als je echt... Ik weet van een gewoonte af dat ik 1 tompoes per dag eet. Ga video's maken erover. Doe een hele proeverij waarin je er... wat is het? Hoeveel had je erop? 10 achter elkaar? Ja. Nee, die hoef ik echt niet meer. Vind ik ook niet meer lekker. Maar stroopwafels is het enige wat ik nog echt lekker vind. Best Hollandse product wat er is, hè? Stroopwafels. Is wel zo, wel. Is dat echt helemaal Hollands? Ja, ja. Ik heb je dat geleerd in een stroopwafelfabriek. Maar die stroopwafels zijn ook heel lekker. Ja, die zijn echt lekker. Die verkoop je nu hier dus wel. Mm-hmm. Kan je je nou voorstellen dat over een paar weken alles hier guur is? Wind, regen. Dat heeft ook wel zijn charme weer, joh. Ja, als je lekker binnen zit. Met de kaarsjes aan en theetje. Valt alweer wat van te maken. Ja? Ja. Eerlijk gezegd vind ik de online wereld leuker in de winter. Dat is wel waar. Mensen maken wel weer video's. Ja. Ja. Dat is echt wat cozier. In de zomer uploaden mensen veel minder. Nou, ik weet niet of het minder is, maar minder leuk. Minder leuk en minder. Helemaal siroopstroop. Want van Gio vind ik het wel leuk, vakantievideo's. Ja. Maar van de mensen waar ik het dagelijks leven gewoon heel leuk bij vind. Vind jij iemand zijn dagelijks leven leuk? Nou, als ik bijvoorbeeld denk aan Charlotte Blitzpum, dat vind ik op vakantie vind ik niet zo. Ah, oké. Okay. Ja. Terwijl ze, als ze niet op vakantie is, dan... Kijk je het wel. Ja. Ja. Ik eet zoveel sneller dan jij, dat is echt niet normaal. Ik heb hem echt al 3 keer op. Maar we moeten er een beetje genieten van het eten. Ja, maar ik geniet al door snel te eten. Nee, dat is niet waar. Maar ja, dat is het. Ja, en ik doe ook heel veel tussendoor. Ja, maar het zit er jij bent gewoon full focus on food. Nee, dat valt wel mee hoor. Nou, ik vind ook bijvoorbeeld het frisdrank. Daar wil ik echt van genieten. Bijvoorbeeld cola. Daar kan ik makkelijk een half uur over doen. Nee. Maar bij jou is het echt klok, 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 achter elkaar. Ja, dat is echt verschrikkelijk. Ik vind dat ook verschrikkelijk voor mezelf eigenlijk, heel eerlijk gezegd. Denk je dat we ooit nog een hond zouden nemen? Nee. Nee. Oh, sorry, daar ben ik heel stellig in. Nee, want ik ben echt heel allergisch voor honden. Nee, maar ook niet zo'n klein tekkeltje? Nee, maar ik ben er echt heel allergisch voor. Dus dan weet je niet wat je in huis houdt. En stel je voor dat je een puppy hebt en je komt er na een paar weken achter van ja, het lukt echt niet, dan moet je zo'n beest weer weg doen. Dat vind ik gewoon sneu. Ja, snap ik wel. Zullen we gaan? Ja. Als je onze video's wel vaker hebt gezien, dan heb je deze straat ook wel eens gezien. Dit was altijd onze straat waarin we zeiden. Ongezien. Ongezien. Maar nu komen we dus hier. Ineens staat hier een hek. En als het goed is, helemaal geen huis meer. Ik ben wel benieuwd welk huis dat nou ook weer was. Ja, kan je zo zien op Google Maps toch? Ziet er wel mooi uit. Ja, het was al een mooi huis op zich. Maar dat ze die weg hebben gehaald. Is dat helemaal wel geslopen? Mag je als eigenaar dat niet zo? Soms niet, als het een monument is toch? Is dat echt het huis? Ja, het is die inderdaad, die helemaal begroeid altijd was. Dit is het. Zie je? Ja, ik weet welk het huis het is inderdaad. We hebben hier vaker gelopen. Ik vind dat dus altijd zo sick als er dingen veranderen, dat je dan ineens... Een andere aanblik. Ja, maar dat dingen ook zo snel ineens kunnen veranderen. Dat vind ik wel zo bizar. Soms duren dingen heel erg lang. Ja. Bijvoorbeeld heb je wel eens een verbouwing in de straat, dan denk je echt van is het nou nog niet opgelost. Ja. En soms knipper met je ogen is een heel huis weggehaald. Ja, zoals nu. Nou ja. We zijn ook al een tijdje weer niet geweest. Nee, dat is waar, maar dat lijkt soms zo, hè? Zou voor die de huizen ernaast ook wel gek zijn. Dat opeens op helemaal niks uitkijken. Ja? Ja, ze zouden wel, denk ik, iets terug moeten zetten wat een beetje in hetzelfde stijl is. Zal wel, inderdaad. Dat moest daar ook toch. Die hebben ze ook helemaal afgebroken en gewoon hetzelfde voor teruggezet.
Ja, dat moest. Ja, Lennon zegt net, ze wilde niet meer terug naar ons oude huis. Toen zei hij logisch. Ja. Maar ja, ik ook niet. Maar... Toen dacht ik even van, toen jij zei van, we gaan naar ons oude buurtje lopen. Ja. Toen dacht ik van, oh, dat wel jammer, dat we even ons huisje niet in kunnen. Toen dacht ik, nou, is dat eigenlijk jammer. Ah, die is nu hermetisch afgesloten. Ik vind het eigenlijk heerlijk. Echt, alle ramen zijn dicht. Degene die er nu woont, die is heel privé inderdaad. Ja. Ze kunnen ook nooit meer naar binnen gluren. Ja, dat is op zich ook niet zo heel erg. Nee, dat hoeft ook niet. Maar nu gaan we even kijken bij het huis van je zus. Ja, we willen nu even langs het huis van mijn zus lopen om naar binnen te gluren. Er zitten ook andere mensen in namelijk. Ja, helaas. Oh, het is heel erg van nu ingericht. Ja. Crèmebank, zwarte tafel. Maar netjes toch? Ja, ons huisje dat staat er ook nog prima bij. Ik ben wel benieuwd naar het hek of die er nog staat. Krijg je weer oude gevoelens terug nu je hier loopt? Nou, een beetje misschien. It's still very much alive. Nu wel belangrijk hè, dat ons hek nog staat. Ja, dat hebben wij, die hebben we gekocht en die hebben we eigen gekregen van mijn zus. Ja. Ja. Dat is wel lief, maar die staat nog. We hebben er al lang van kunnen genieten. Wel geteld. Anderhalf jaar toch? Ja. Ja. Nou ja. Is best of prima. Nee, een jaar iets. Nee. Anderhalf jaar denk ik wel. Okay. Jawel. Ik vond laatst nog een foto terug. Van ons huis en toen waren we die muur aan het verven beige. Oh god, ja. En dan ziet het er best wel heel erg leuk uit als je ook zo naar buiten kijkt. Ja, en ziet die heg en zo. Dat was een leuk huis toch? Dat is best een geinig huisje. Waar we nu wonen is gewoon nog beter. Ja, waar we nu wonen vind ik echt zoveel meer rust ook. Ja, dat is echt zo, ja. Oké, we zijn dus in Voorburg. Maar er is iets wat mij altijd opvalt. En ik weet niet of meerdere gemeentes dit hebben, maar dit. Een kooi voor bladeren. Zodat mensen al hun bladeren kwijt kunnen. Dat ken ik niet uit Noord-Beiland of uit Rotterdam of zo. Leidschendam ook niet. Nee, hè? Maar ik denk dat Voorburg net iets rijkere gemeente is. Dus dat er ook wat meer gedaan wordt. Ja, maar je zou nu zeggen dat Leidschendam-Voorburg is gewoon één gemeente. Dus je zou zeggen ja, dat vind ik ook zo raar. Maar in Leidschendam dit niet ziet. Hoe schoon en hoe altijd het bijgehouden werd, ook zelfs in onze straat. Dat ja. Was wel, ja, dan wist je wel waar je centen heen gingen. Ja, je wist wel waar de centen heen gingen, dat is waar. Terwijl we wonen nu in Den Haag officieel. En daaraan zie ik niet per se heel veel verschil in kosten eigenlijk. Of de kosten, nee, volgens mij zijn de kosten niet verschillend in Voorburg of Den Haag. Ja, Den Haag is wel een stukje groter, hè? Maar we hebben wel meer inwoners, dus je zou zeggen dat er meer geld is. Ik weet wel van voorheen dat in Den Haag kun je meer kwijtschelding aanvragen. Okay. Bijvoorbeeld waterschapbelasting en zo. Ja. En dat toen ik ging verhuizen van Leidschendam-Voorburg naar Leidschendam-Voorburg, maar dan het Voorburg-gedeelte. Ja. Heel raar. Toen moest ik opeens waterschapbelasting zelf gaan betalen. Oh. Terwijl ik voorheen kon ik daar dus kwijtschelding voor aanvragen. Oh, er liggen heel veel bladeren en dan hebben ze dus ook echt kooien. Want die lag, bij ons hadden ze dat ook staan. Bij die straat. Ja. Terwijl, ik ken geen enkele gemeente, behalve misschien Wassenaar en zo, waar ze dat doen. Maar bijna dat hebben we nog nooit gezien. Nee? Maar misschien let je daar gewoon niet op. Nee, hebben ze echt niet gehad. Echt oprecht. Oké, dan moeten de bewoners het misschien zelf doen. We hebben ook wel eens dat we dan in die villa-wijken lopen, bijvoorbeeld in Wassenaar of richting Scheveningen. Ja. En dat we dan eigenlijk bijna nooit iemand thuis zien. Nee. Maar dat het wel allemaal perfect picobello eruit ziet. Ja. Dat je dan toch afvraagt... Hoe kan dat? Ja, moet je niet verschrikkelijk veel werken om überhaupt zo'n groot huis te hebben? En ben je er dan wel vaak genoeg? Nou ja, we hebben wel vaker de filosofie gehad, want wij zitten best wel veel thuis. Waarom krijgen wij niet zo'n huis? Dan kunnen zij net wij zullen er echt gebruik van maken. Ja, we zitten gewoon veel thuis. Nee, maar daarom besloten we toch ook dat we het thuis, dat we misschien wilden verhuizen, omdat we toch redelijk wel huismusjes zijn. Huismusjes. Kijk, als je heel erg altijd weg bent... Ja, maar de grap is dus wel, ik denk dat heel veel mensen denken dat wij best wel veel on the road zijn. Omdat we in video's, als ik film, is het vaak als we iets gaan doen. Ja. Maar ik doe weinig filmen als we thuis zitten, terwijl we eigenlijk... Wandelen vinden we wel leuk toch, maar we vinden het ook heerlijk om rond een uur of vijf gewoon thuis te belanden en dan lekker thuis te hangen. Weer een kooi. Dus ben jij een miljonair? En heb jij een huis die je grotendeels leeg staat als je op het kantoor zit? Zouden er miljonairs naar onze video's kijken? Dat vraag ik me dus echt af. Wij willen wel woningruil met jou doen. Ja. Maar niet op papier, want we kunnen het niet betalen. Ja, maar kunnen we niet gewoon woningruil voor een dag doen of zo? Ik wil wel eens een keer ervaren. Nee, ik wil wel echt een goede maand in een villa wonen. Ah, een goede maand. Ja. Nou, dus ben je een miljonair en heb je nog geld te veel? Doe het vooral. Uri Geller. Wow. Wat? Ik ben gewoon een magician.
Kijk, nu hangt het nog steeds, hè? Dat doe je gewoon van afstand. Met mijn mind. En als wij daar weg zijn, dan valt hij ineens naar beneden. Oh, ik zie het. Dat ging niet. Ja, ik zei het toch? Cool, man. Weet je nog? Ik heb het zelfs nog gefilmd. Dat we... Kan je het zien? Ja, we waren hiervoor aan het kijken. We wilden in die flat gaan wonen. Ja, en het was die. Qua prijs vergelijkbaar, hè? Wel iets goedkoper. Nee, goedkoper. Hij was iets van 850 of 900. Goedkoper. Ja, maar wel 70 vierkante meter. Ja, het was groter. Maar het was blokverwarming. Nu hebben we in principe hetzelfde. We hebben nu stadsverwarming. Ja, dat is in principe hetzelfde. Blokverwarming betaal je ook voor een groot deel van je... Ja, mede... Ja, volgens mij is stadsverwarming net iets anders. Maar goed, we wilden dus daar gaan wonen. We dachten lekker dicht bij de mall. En we zaten helemaal, we waren al helemaal aan het verlekkeren. Ook. En toen zagen we het en toen dachten we van, laat maar. Deels dubbelglas. Ja, een enkel glas en blokverwarming. Dan weet je dus dat je echt hoge stookkosten hebt. Ja. En in die tijd was er ook geen regeling voor blokverwarming, nog steeds niet overigens. Nee. Maar waardoor mensen echt zich helemaal schil betaalden aan die blokverwarming. Want als je iemand naast je hebt die de verwarming dagelijks op 23 hebt staan, dan betaal je gewoon echt heel veel geld. Als je dit even bekijkt, kijk hoe het hieruit ziet met deze molen. Koe. En staat daar een koe en hier staan altijd geitjes en heb je hier nog een boerderij. Het is wel echt een leuk plekje om te wonen. Maar... Ik had het ook wel leuk gevonden, denk ik. Ik had het ook wel leuk gevonden, maar ja, het was niet aan ons besteed. Nee, en uiteindelijk waar we nu zitten ben ik ook helemaal happy. Ja. En dit was natuurlijk ook, ik weet niet hoe lang dit er al staat eigenlijk. Sinds 1970 of zo, dacht ik. Ja, dus het is ook niet het, wat we nu hebben is natuurlijk een stuk luxe ook. Ja, we wilden allebei de hoogte weer in. Ja. Minimaal vanaf de vijfde wilde ik. Zevende was het, hè? Ja. Ze hebben ook limoenkers. Oh. Die wil ik ook proberen, denk ik. Van die ene vorige keer bij Brood van Brood lekker. Ja. Die was echt goed. Die hebben ze hier niet, denk ik. Ga je nog eens kijken? Je wil iets, hè? Je wil een snackje, hè? Ik zie het aan je. Jij houdt ook niet van bitterballen. Liever kaasstengels, maar die vind jij niet lekker. Nee, die vind ik niet. Maar kaasstengels, als jij dat wil, moet je kaasstengels nemen mee. Hallo. Hi. Ja. Voor mij een frits, limo, sinaasappel graag. En voor mij de kers. En kunnen we een portie bitterballen krijgen? Zeker. Bedankt, zin in een TikTok recept. Wat ga je maken? Hè? Ik ga een... Een salade. Hè? Komkommersalade en... Is dat de MSG? Ja, maar ik doe die MSG er niet in. En ik ga de pizza rolls. Oh, nou. Daar heb ik al zin in, hè? Ja, toch? Pizza rolletje op zijn tijd. Heerlijk. Gaat dat allemaal vanavond gebeuren? Ja. Na einde van de middag. Okay. Als het nog een beetje licht is, hoop ik. Ik ben ook wel benieuwd hoor. Zo, die ruikt naar kersensnoepjes. Smaakt ook een beetje naar kersensnoepjes. Oh, die is wel lekker, zeg. Dat is wel lekker, hè? Zo. Ja? Lekker zuur ook. Ja? Good one. Kersensnoepjes. Ja. Ik heb deze nog nooit gezien. Leuke verpakking ook met dat groen op dat. Ja, zeker heel leuk. Ja, lekker balletje. Goed balletje. Ik vond die kersenfritsen erg lekker. Die kersenfrits vond ik erg lekker. Ja, die was ook lekker hoor. Nou goed, we gaan de wandeling terug voortzetten. We gaan even langs Albert Heijn. De Julianabaan. Weet jij zo is daar trouwens nu nog? Nee, denk ik niet meer. Hadden we het net over het ene centrum. Dit is het andere centrum in Voorburg. Ja, en dit is ons favoriete restaurant ook, de Rose Garden. Ja, de Rose Garden inderdaad. Het is geweldig. Zitten we echt gewoon... Vind je niet dat het Chinees-Indische restaurants, dat heeft echt... Elk dorp heeft dat. Ja. Had je ook afgevraagd waar leeft dat van, maar heel veel van afhaal. Afhaal vooral, ja. Ja. We gaan even naar een speeltje van Freek kijken. We hebben nu een speeltje, daar begrijp je geen zwars van. Nee, hij snapt het echt niet. Nee. Zo, in mijn ogen is het niet zo lastig, maar... Maar ja, goed. Wij zijn mensen. Ja. Maar hij moet even iets hebben waar hij wat langer mee speelt dan goed voor hem is. Daar moet hij echt dingen voor doen. Ja, dat vind ik wel echt heel moeilijk. Dat is een brain move, hoor. Dat snap ik niet eens. Nee, oké. Maar jij bent ook not surprised. Nou, die van hem snap ik wel dat hij thuis ligt. Oké. Ja, maar hier kan hij dingen met zijn pootjes zo wegschuiven. Ja, gaat het helpt hier way to dispense your pet's dry food. Ja, precies. €9 kan dat doen. Ik denk dat het van de Action gewoon echt te moeilijk voor hem is. Maar dit gaat hij wel begrijpen, waar komt het uit? Wil je zo'n plankje nog meenemen eigenlijk? Dat is wel Freekse Faf. Ja, die vindt hij wel heel fijn. Die andere vindt hij echt niet leuk, die croissants. Nee, die croissants heeft hij niks mee. Ik zit even te twijfelen op deze, want ja, die gaan we hier doen. Komt het uit. We gaan dit doen. Nou, vraag het even bij de baan. Het moet wel groot genoeg zijn. Ik ben benieuwd of Freek het gaat waarderen. Ik denk het wel.
Ja, we hadden dus een ding gekocht bij de Action laatst. Ik vond het echt een heel leuk ding. Ja, het was een leuk ding. Die gaat heen en weer, zoals je daar kan laten zien. Hij snapt er geen reet van. Ik heb hem met zijn poot geprobeerd, niks. Kijk, het is lullig dat ik het zeg, maar die gozer is gewoon niet heel slim. Nou, ik denk dat hij ook wel redelijk voorzichtig is met dingen. Ja, dat is misschien ook een beetje zielig. Misschien een beetje voorzichtig inderdaad. Ja. Inderdaad, hij vindt het een beetje eng volgens mij. We gaan even kijken jongens, ik ben wel heel benieuwd. Dus volgende shot. Zie je. Freek. Kijk, dit was dus het ding wat we hadden. En als je dit moet doen, dan komt er spul uit. Alleen Freek snapt dat dus helemaal niet. Hé Freek, dat begrijp jij niet hè? Kijk, hij begrijpt wel dat hij het heen en weer moet doen. Maar hij snapt niet dat hij met zijn poten zo op moet. Freek, die hoort het alweer hoor. Die gaat even komen kijken volgens mij. Komt-ie. Gebruiksaanwijzing erbij. Moeten we die nog lezen? Nee, je moet gewoon zo draaien. Freek is voor helemaal voor jou hè? Kijk eens. Kijk! Hey, is het nog gelukkig? Hé, hey, Freek! Ja, ik vind het wel heel makkelijk deze. Gooi hem even richting mij, die viezerik. Er komt echt wel heel veel uit. Ga maar er tegenaan. Ga maar doen. Ja, ga maar. Snapt hij dit alweer niet? Kijk, dat willen we zien, Freek. Jeetje, dan komen we gewoon met gemak 6 broek uit. Nou, Freek, yes. Twee. Twee tegelijkertijd. Lekker, Freek. Heerlijk. Oeh, ons favoriete bonbonzaak, jongens. Ja, mooi eigenlijk, hè? Een klein lipje, schat. Oké, ik wilde dus nog dit. Mooi kleurboek kan je natuurlijk even laten zien. Want er zitten tekeningen in, natuurlijk, om in te kleuren. Maar niet alleen tekeningen. Er zitten namelijk, zoals je kon zien net, ik heb de Lorem Ipsum versie. Wat een drukversie is. Oké, zoek de verschillen jongens in de voorkant. Ik heb hier dus de officiële versie. Nou ga ik dus geen QR-code laten zien, maar gewoon een verhaaltje. Kijk, dit is een tekening met een verhaaltje erbij, zoals je kan zien. Maar we hebben dus ook QR-codes. En als je die dus kent, dan ga je dus naar een website waar iets staat. En dit, in dit geval is dit kleuren is samen leuker. En dat is een filmpje die we hebben gemaakt van Guylaine. Je hebt dan trouwens niet de goede... Er is een hele andere tekening. Deze, scan en kleur mee met mij. Dan is dat die, dan moet die daar gaan zetten. Nou, het is nog een work in progress, work maar in progress. Komt helemaal goed. Ja, maandag is het allemaal gefixt. Als dit online is en jullie krijgen hem dinsdag of woensdag of donderdag in huis, dan is het gefixt. Maar goed, er zitten nog wat kleine bugs in. Maar het leuke is dus, je hebt wel filmpjes die je alleen maar krijgt te zien op het moment dat je dit aanschaft. We hebben 2 podcasts opgenomen. We hebben een kleur met mij video opgenomen. We hebben exclusieve vlog. Die hebben we gisteren opgenomen van onze dag in een hele rustige, relaxe setting. We hebben verhaaltjes erin zitten. We hebben een playlist, 2 playlists erin zitten. Dus er zitten verschillende dingen bij. Want ik vind het altijd wel leuk als we een product maken dat we weer even wat multimediaal. Het is een mooi woord wat ik altijd op school geleerd heb gekregen. Op de kunstacademie was het altijd allemaal van, ja, het zou leuk als je multimediaal het kan doen. Nou, dat is er nog steeds in mijn hoofd zit dat erin. Dus het is een multimediaal product geworden. Helemaal onder. Zit hij helemaal onder? Holy. Wat doet hij? Dus hij rolt zich erin. Dat is niet normaal. Kijk dan. Ga niet goed, vriend. Zo, hij is helemaal stoned, joh. Je ziet het aan zijn ogen, hè? Hij rolt. Oh, schat. Nou, je vond het zo lekker dat het... Dat is zo lekker opgeruimd. Ja. Ik had hem nooit zien doen. Ik ook niet. En hij heeft het vaker gehad. Ja, hij vindt het heerlijk. Freek. Hallo? Hallo. Hallo. Liefie. Schat, dit is niet normaal. Dit boek is dus te koop, €14,95. En het zou super leuk zijn als jullie dit kopen, want we zijn er zelf heel erg enthousiast over. Ik denk dat het tot nu toe wel een van de leukere dingen is die we gemaakt hebben. En ook iets wat ik al jaren wil maken, dus dat is alleen maar leuk. Ik ben er gewoon zelf heel enthousiast over, dus link in de beschrijving. En dan is nu echt de vlog voor vandaag klaar. Thank you.